Er zijn zoveel mooie vrouwen en die zitten hier nu niet, bij wijze van. Wat wil je dan nog meer laten zien? Sylvana, je hebt een relatie? Ja. Meer of minder? Nou, wel meer. Ja? Ja, je bent meer thuis, je hebt meer tijd. Maar je ziet er nu helemaal... Zie je er elke dag ook thuis zo uit? Nee joh, helemaal niet. Hoe zie je er dan uit, hè? Nou, ja, mijn werk gaat op zich nog wel door. Maar als ik weekend heb of zo, dan doe ik geen make-upje op. Nee. Maar dan heb ik nog steeds wel seks. Maar vaak ook gewoon per week nog? Nou, ja, hoe vaak? Nou, als het aan mij ligt... Elke dag? Ja, ik ben nog jong. Ja, maar moet je, goed, je moet de pony toch laten grazen? Is dat nou, dat heb jij ook gedaan, want ik heb gehoord... Jij bent natuurlijk vrijgezel. Ja. Jij hebt er niet één of twee keer seks gehad. Je hebt het 4.500 keer gedaan. Zo. Volgens mij was het 4.200, maar dat is nog veel. Denk ik. Maar met verschillende. Ja. Hè? 2400? Nee, jongens, ik heb meer pikken gezien dan dat de coniferen in heel Hilversum staan. Hoor. Dus, kan zeggen wat je wil. Nou, dat is iets, nou, ik weet het niet. Ik kan dat ook niet meer. Ik heb er natuurlijk geen teller bij gehouden. Maar, nee. Maar ik zeg altijd, ik heb een hoop vrienden, maar ik heb met jou de meeste lol gehad. Ja, bij mij is het niet. Oh, ja, maar jij hebt ook wel heel veel vrienden. Je hebt een relatie? Nee, joh, ik heb al een hele lange relatie vanaf mijn 15 al. Maar het is ook gewoon, je weet toch, we hebben 3 kids. Het is druk in huis, snap je? En, ja, man. Dus... Sylvana. Ja. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Leuk om ik ken jou natuurlijk onder andere van Dumpert, waar je niet meer weg te denken bent. Ja, klopt. Maar je bent ook uitgeroepen vorig jaar tot mooiste vrouw van Nederland. Ja, ja, bizar. Was je vriend ook trots? Ja, die was heel trots. Ja. Ja. Wat vindt hij ervan? Dat jij nu als een beetje, toch als een soort sekssymbool wordt neergezet. Ja, sekssymbool, dat vind ik zelf ook altijd een beetje raar. Ik zie mezelf vooral echt als een presentatrice, een hele trotse tante. En, ja. Maar ja, kijk, als je dan wordt gevraagd, dan moet je me ook gewoon ownen. Even die kant. Dat is wel een heel sexy foto. Mooi, hoor. Nou, ik heb ze ook al gezien. Ja, okay. Ik heb ze van tevoren ook eerst naar mijn paak en Beppe gestuurd. Dat zijn mijn oma en opa. Oh, ja, fijn dat je het hebt vertaald. Paak en Beppe, ja. Ja, en die waren ook zo trots. Dus als je daar nu komt in de Ron Rijp, je komt daar binnen... dan overal hangen die foto's. Ja. En al die vrienden van mijn paken, dus al die oudere mansjes... die vinden het allemaal hartstikke mooi. Het is heel sexy, maar het is niet ordinair, vind ik. Nee. Het is mooi. Nou, dank je wel. En zeker als je zo jong bent, dan is alles ziet er toch prachtig mooi strak uit. Mooie boezem, mooi figuur. Ja, als je er zo uitziet, dan krijg je dus ook die DM's waar je het al eerder over gehad. Ja. Maar wat ik mooi vind aan Sylvana is dat jij gaat daar op je eigen manier mee om. Ja, dat vind ik vind het altijd heel grappig. Ja. Want als mensen jou seksuele berichten sturen, dan stuur je altijd wat terug. Maar dat is voor hen altijd een hele grote verrassing. Ja. We kunnen hem er wel even bij pakken. Laten we dat even doen. Leuk. Leg even uit wat hier gebeurt. Stuur, please. Ja, ja. Hey. Doe jij de eerste. Ja, toch. Je natte geile doos, leuk het. Oké, okay, maar wel zorgvuldig mee omgaan. Alles staat zomaar op het internet. Sowieso, mami. En dan hier je natte doos, mami. En dan... Ik heb er nog nooit van gehoord, maar je bent slutty. Ja. 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 Mag, doe het even nog, hè. Doe het nog de volgende week ook zien. Oké. Okay. Stuur, please. Nudes en je lekkere poesje. Oké, okay, maar echt niet doorsturen in van privacy. Nee, dus snap ik, beloof ik. Hier, mijn poesje. Ik vind dat humor. Ja, ja. Nu zeg ik, krijg word ik gecanceld. Maar soms, weet je, ik reageer niet altijd, maar ik vind zelfspot is zo belangrijk. Leuk. Ja. Ik vind het ook. Ja. Ja, je bent geïnspireerd, want ik heb ook even geprobeerd. Ik ben even door mijn DM's gegaan. Oh. Eén DM van Paprika Lover. Hey, schatje, hoorde dat je wel een dikke had. De geruchten kloppen. Is hij kaal? Stuur pika. Nou ja, ik stuurde dus een foto van een kale. Oh nee, je bent zo... Dat vind ik leuk, hè? Waarschijnlijk. Dat vind ik leuk, hè? Ik heb ook wel eens iets met een DM een keer gehad. Oké. Okay. Vertel. Nou, oké. Okay. Dus er was een jongen die dacht dat iedereen in de Nederlandse scene, rap scene, in de Illuminati zit, omdat hij bij Ali B is getekend. Dus hij had echt 4 pagina's naar mij gestuurd. Jij zit met in de Illuminati en had hij allemaal bewijsstukken gestuurd... omdat ik op bepaalde standjes in een foto stond en zo. En weet je wat ik terug heb gestuurd? Pas op, je weet te veel. En toen heeft hij me geblokkeerd. Ja, dat is mooi, toch? Oké, jongens, heel even terug. Ja. Sylvana, ja. Ik wil ergens met jou naartoe. Want jij bent... dit gaat vooral natuurlijk om uiterlijk. Ja. Denk je dat ook dat de reden is waarom de meeste mensen jou volgen? Nee, zeker niet. Nee, joh. Wat ik zeg, er zijn zoveel mooie vrouwen en die zitten hier nu niet, bij wijze van. Wat wil je dan nog meer laten zien naast zulke soort foto's?
Nou ja, ik denk dat ik weet waar je heen wil. Ik ben sinds kort een YouTube-kanaal gestart. Ja. Gewoon heel random. Maar ik kwam een video tegen op het internet. En het was heel zielig over opa Knex. Zijn reusrad was gestolen. En ik zag het, nou, dan zit ik zelf echt met tranen in mijn ogen. Want dat oude mannetje zit met tranen in zijn ogen. Zijn reus. Nou, wie steelt er nou een reuzenrad van Knex? Ja, maar dat was echt een groot. In zijn hal stond hij heel groot. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar ze kunnen wel geld waard zijn tegenwoordig. Ja. Ik zeg niet dat je het dan moet doen, maar tegenwoordig. Pokémon-kaarten, alles. Laat er even uit. Ik weet het van een vriend. Ja. Nee, en toen zag ik dat en toen dacht ik: fuck it, ik heb best een groot bereik. Dus ik had een story gemaakt. Ik zei: jongens, kunnen we dit fixen? Kunnen we een nieuw reuzenrad maken? En wie kan mij helpen? En echt binnen een half uur, mijn hele inbox stond vol. Wow. En eigenlijk heb ik binnen 2 dagen heb ik een nieuwe reuzenrad. Zal die man blij geweest zijn? Ja, nou ja, je mooi. Ziet het. Hij heeft volgens mij tranen in zijn ogen staan op een gegeven moment. Kijk, die man, ja, die is zo gelukkig. Dimensies. Ja. Dit is wel echt mooi. En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik dacht, ja, Jezus, je kan je bereik inzetten om hele goedkope mascaratjes te influencen. Maar je kan het ook om je medemens te helpen. Ja. Ja. En wat kunnen we nog? Wat komt eraan? Waar ben je nu mee bezig? Nou, het is ook wel weer een heel tragisch verhaal. Het gaat over een gezinnetje en 2 gehandicapte jongetjes. Heel jong, gewoon echt veel te jong. En een zieke vader en hun rolstoelbus is stuk. En ze willen een nieuwe en ze hebben het echt niet zo breed. Nee. En ja, deze schatjes. En nu ben ik daarmee bezig en we hebben inmiddels al €19.000 opgehaald. Jezus. Ja, maar het is nog niet genoeg. We moeten nog een beetje meer. Maar ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Ja, man. Cool. Nou, ja, mocht je nog wat willen weten hierover, kun je even Sylvana op Instagram checken. Want daar kun je alles terugvinden. Het is een soort transitie, toch? Want dat heeft nu ook iets meer betekenis. Is dat ook niet een beetje eng? Dat je denkt, misschien dat mensen wel gaan ontvolgen? Omdat... Nee, helemaal niet. Nee? Nee, en mensen die mij volgen, dus best, ik heb best een trouwe doelgroep. Ja. En als je mij hierdoor wil ontvolgen, ga, weet je wel. Als je dit niet oké vindt, ja,